Vanessa Metzola en ik ben geboren en getogen in Sittard in november 1978. Ja, mijn vader die is Italiaans, Zuid-Italiaans, van Puglia. Ik zal het dorp ook Sava, hè, dan weten we dat in het verhaal, Sava. En mijn moeder die is Sittardse. Mijn vader is in 1972, denk ik, toen hij 19 was, is hij naar Nederland gereden met een vriend. In Sittard gestrand. En ja, 2 jaar later met mijn moeder getrouwd. Nog 2 jaar later, in 1976, werd mijn broer geboren. En in 1978 werd ik geboren. En mijn vader, die is, ja, die heeft ons eigenlijk, die is vroeg van mijn moeder gescheiden. Ik was nog geen 12. En een aantal jaar later is die verhuisd naar de Verenigde Staten, geëmigreerd. En daar ook hertrouwd. Dus ik heb eigenlijk als volwassen vrouw nooit de kans gehad om echt aan hem te vragen waarom dat hij hier eigenlijk naartoe is gekomen. Ik ken de verhalen wel, maar hij heeft verder eigenlijk helemaal niks met de mijnen te maken. Hij had ook niemand. Mijn grootvader, mijn overgrootvader, die zijn hier allemaal niet geweest. Dus het was een beetje een mysterie waarom dat hij ja, gewoon als 19-jarige naar Sittard is gekomen. Ik dacht altijd dat dat te maken had met werk. En in 2017 kreeg Sittard 775 jaar stadsrechten. En toen werden wij gevraagd als lokale kunstenaars om een tentoonstelling te organiseren over de bewoners van Sittard. Een tentoonstelling te maken met en voor de bewoners. En toen heb ik de Italiaanse gemeenschap gekozen, die generatie van mijn vader. En daar ben ik eigenlijk dat onderzoek gestart. Van waarom zijn die mannen hier allemaal naartoe gekomen? Zo jong, 17, 18, 19 jaar, die zijn allemaal hier gestrand, die hebben allemaal kinderen gemaakt en dat is dan weer mijn generatie. En ja, we zijn allemaal opgegroeid met Italiaanse nationaliteit, maar niemand begreep eigenlijk waarom dat ze hier waren gekomen. En dat is in dat project een beetje duidelijk geworden. Ik heb de Kunstacademie audiovisueel gevolgd in Genk. Fotograaf van opleiding en nu lerares beeldende vorming. Dus ik heb toen een video gemaakt waarin dat een Italiaan die op zijn 17e in 1971 hier naartoe was gekomen, die heb ik opnieuw geïnterviewd, want die woont hier nog steeds, Flavio. En ik heb de originele foto bij me. Van Flavio. En hier staat hij voor de Gats, een ja, bekend café in Sittard. Ook dus al in 1971. En die foto die kwam ik tegen in een oud fotoalbum van mijn ouders. En toen dacht ik, kijk, ik zie hem daar nou staan. En in het project, ja, hij was niet de enige, maar mijn vader was natuurlijk niet hier. Dus ik heb Flavio toen gevraagd, zou jij mij willen vertellen, jij bent van die generatie, hè, in hetzelfde jaar is mijn vader hier naartoe gekomen, zou jij me willen vertellen hoe dat ging? En dat hebben we toen gefilmd en ja, een hele mooie installatie van gemaakt in het museum De Domeinen. Ik weet dat zij allemaal hier naartoe kwamen een beetje zo op de vlucht, omdat ze allemaal de militaire dienst wilde ontlopen, daar ben ik achter gekomen. En ik geloof dat hij met een vriend vertrokken is, met zijn beste vriend uit het dorp. Mijn vader had een rijbewijs, want die was 19 en die ander die was 18, die had geen rijbewijs, maar die had wel een auto. Dus ik denk meer dan een rijbewijs en een paspoort dat hij echt niet had. Later met mijn moeder getrouwd weet ik wel dat hij zich moest melden bij de vreemdelingendienst inderdaad. Hij is eigenlijk redelijk snel, ja, dat was toen gewoon heel veel werk. En ze zijn allemaal heel snel aan het werk gegaan. Ik geloof niet, ik weet nu, jaren later, dat hij dan recht op zijn pensioen had, dat heel veel werk niet geregistreerd was natuurlijk. Dus ik neem aan dat hij
niet heel veel papieren had toen hij naartoe kwam. Ja, ik heb heel goed contact met zijn hele vriendengroep van die periode. Dat zijn verschillende mensen uit Zuid-Italië, uit Puglia, maar ook veel Sardijnen. En zoals ik al zei, die hebben eigenlijk helemaal niks met dat mijnverleden te maken. Dus mijn vraag was, waarom kwamen jullie hier naartoe? En daarop antwoordden ze eigenlijk allemaal van, het was eind jaren 60, Nederland was heel aantrekkelijk, wij konden gewoon vertrekken omdat het kon. Ik ga niet ontkennen dat ze ook voor de drugs en de marihuana hier naartoe kwamen en waarschijnlijk ook voor de mooie blonde vrouwen. Het was een beetje op zoek naar avontuur, vrijheid, blijheid. Er was wel in deze gemeente en ook in Maasmechelen, Genk, Hasselt, waren er verschillende Casa Italia, dat waren dan, die kwamen dan wel uit de tijd van de mijn, inderdaad een soort van pensions en hotels, waar dat die vooroorlogse en na de Tweede Wereldoorlog, die immigranten waar wij een contract mee hadden, die werden echt naar hier gehaald in de mijnen te werken. Dus daar waren wel nog overblijfselen van, de oudere generatie. En ik denk dat dan een aantal Italianen wisten van, oké, daar moeten we zijn, want daar zitten andere Italianen. En die pakten de auto en die vertrokken naar hier. En die werden wel, ja, wel goed opgevangen. Er was op de oude markt in Sittard een pension, wat uitgebaat werd door een goede vriend van mij, die nu inmiddels over de 70 is. En daar kwamen al die Italianen, die kwamen daar bij elkaar. Die hoorden van het pension. Die wisten van, oké, daar moeten we zijn, daar hebben we onderdak en daar fungeren er een aantal als koppelbaas. Die hadden een auto en die Italianen die hadden allemaal gouden handjes. Want die werkten allemaal al vanaf hun 14 in de bouw. Dus er was ontzettend veel werk toen en die gingen 's morgens, stapten die in de bus en die gingen naar Düsseldorf en naar Zelfkant en naar Tudderen. En die hadden daar werk. Dus ik denk dat ze wel redelijk makkelijke integratie hadden op dat moment. Er werd natuurlijk ook niet, er waren niet zoveel vreemdelingen op dat moment hier die. Ik denk niet dat ze werden ontvangen zoals wij vandaag vluchtelingen ontvangen of arbeidsmigranten ontvangen. Ik denk dat de Italianen wel iets exotisch hadden. Zo van, kom maar, er is hier werk genoeg. Voor zover ik weet zijn ze allemaal redelijk goed geïntegreerd. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ze dezelfde religie, dezelfde huidskleur, beetje exotisch, beetje lekker eten, hun charme. En dat ze daarbij geassimileerd zijn, dus wel dus geïntegreerd zijn, maar niet assimileren. Dus in die zin dat ze hun eigen identiteit konden behouden, omdat er gewoon kleine gemeenschappen ontstonden. En ik denk dat de Limburgers daar en de Nederlanders op zich overal in de wereld Italianen wel redelijk goed hebben ontvangen. Ook wel dankzij de pizza, denk ik. En het goede eten, ja. Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar ik geloof niet dat ze een hele moeilijke integratie hebben gehad. Nee, dat voelt niet zo. Mijn moeder heeft in 1982 de Nederlandse nationaliteit voor mij en mijn broer aangevraagd. Zelf kreeg ze de Italiaanse nationaliteit erbij toen ze huwde met mijn vader. Wij hadden toen alleen nog maar de optie Italiaans bij geboorte, ook al waren we hier geboren. En mijn moeder die was in contact gekomen met mevrouw Honings. Dat is een inmiddels over de 80-jarige dame die hier in Sittard bekend staat als de Italiaanse lerares. Die werkte toen op de Volksuniversiteit en had veel banden met het consulaat en met de ambassade. Die kende ook alle regels. Dus die hielp mijn moeder, die naar de Volksuniversiteit ging om Italiaans te leren, beter met haar nieuwe man te spreken. Die hield haar goed op de hoogte van wat onze rechten en plichten waren. En een van die rechten was dat wij
recht hadden als kinderen om te opteren voor de tweede nationaliteit. En dat we recht hadden op Italiaanse les. Dus wij kregen er in 82, ik was toen 4, mijn broer 6, wij kregen die Nederlandse nationaliteit daarbij. En voor mijn moeder, die zag daar eigenlijk alleen maar voordelen in. Want we zitten hier natuurlijk ook een paar kilometer van de grens. Als je de grens over moest voor te tanken, voor boodschappen te doen, voor de lottokaart in te leveren, dan had ze een handtekening nodig van mijn vader. Om de kinderen met een Italiaanse nationaliteit de grens over te brengen. Dus daar was ze wel al heel erg in voor op anderen. Dat ze zoiets had van, hé, ik moet wel zorgen dat mijn kinderen straks ook stemrecht hebben in Nederland en niet anders behandeld worden. Dus zij zag daar wel, het was ook gratis op dat moment, dus zij zag daar wel een heleboel voordelen in. En die Italiaanse les, wij werden dus als kleine kinderen al, na school, één keer in de week, mijn hele generatie, tweede generatie Italiaanse kinderen, zit dat. Wij werden allemaal opgehaald door de taxi en dan werden we gebracht naar een basisschool. En dan kregen wij, na school kregen wij dan Italiaanse les. Dus de band tussen mij en al die andere kinderen van de Italiaanse gemeenschap, die is heel sterk tot vandaag. Want wij hebben allemaal bij dezelfde juf les gehad. En wij waren allemaal een beetje anders. En dat zou je, dan kan je zeggen van dat heeft voordelen. Ik ben niet benadeeld in die zin dat ik heel erg anders ben behandeld of ben gediscrimineerd of racistisch ben behandeld, dat niet. Maar ik heb wel altijd met die twee identiteiten, met die twee culturen moeten leren omgaan. En ik heb daar dan wel een goed voorbeeld van, bijvoorbeeld. Wij gingen elk jaar, mijn vader werkte het hele jaar en elk jaar in de zomer moesten wij dan bepakt en bezakt, moesten wij dan 8 weken lang. En dan moesten we 2000 kilometer met de auto naar Zuid-Italië. Extra weken op school vragen om 8 weken in Sava te kunnen zijn. Om daar op het stoepje in 40 graden bij opa en oma, nonno en nonna te zitten, niks doen. En dan zat je 8 weken lang, als klein kind, zat je dan in een totaal andere wereld. En als je terugkomt na de zomervakantie, dan hoorde je de andere kinderen. Die waren dan bijvoorbeeld met caravan naar de camping geweest. Hoe heet het in België? Dat was dan een beetje het verste waar ze naartoe gingen. Er ging ook wel als iemand alles naar Frankrijk. Maar die waren echt op vakantie geweest. Maar wij gingen eigenlijk gewoon... Ja, wij hadden ook geen andere keus. Wij moesten gewoon naar huis. De helft van de tijd moest je naar dat andere land. En moest je aanpassen, moest je een andere taal spreken. En daar had je dan die familie. En dat andere leven en dat andere ritme. En dan kwam je terug naar Nederland en de zondagen waren bij ons echt het ritueel van het Italiaanse pranzo. Dus dan moest je 's morgens werd je dan je bed uitgehaald, want wij moesten nonna bellen. En dan moest je dan in je best Italiaans tegen nonna zeggen, hallo, is alles goed en hoe gaat het met u en tot snel. En dat duurde dan heel lang, hè, om te bellen en dat kostte ook heel veel geld om te bellen, maar dat moest dan elke zondag. En daarna ging je dan uitgebreid eten en dan stond het Italiaanse journaal stond dan, wij hadden toen al de RAI, dat stond dan heel hard op. En op maandag ging je weer naar school tussen de Nederlandse kindjes. En daar heb ik altijd wel al gevoeld van, en op woensdag werd ik opgehaald, want moest ik met de taxi naar, moest ik nog een keer naar school. Dus ik was altijd wel anders dan de rest. En toen mijn ouders gingen scheiden, toen was dat, die tweesplitsing was weg. Dus toen was ik alleen nog maar, want ik bleef bij mijn moeder, toen was ik alleen nog maar Nederlands. Toen was ik alleen nog maar Sittards, want er werd niet meer Italiaans gekookt thuis. Er werd niet meer naar nonna gebeld. We gingen niet meer op reis, we gingen niet meer. Dus dat halve stuk van je, dat, waar ik mee was opgegroeid, dat was weg.
En ik denk dat dat er wel mee heeft te maken dat ik vanaf mijn studies dan heel erg, vanaf mijn 16e, op zoek ben gegaan om toch op een of andere manier, zodra ik alleen kon vliegen of alleen kon reizen, terugging naar dat dorp van mijn vader, ook al was mijn vader daar niet meer. Omdat dat riep, omdat je dat miste, omdat dat stukje er niet meer was. Dus daar heb ik wel lang mee geworsteld om, als ik daar was, dan was ik de Nederlands. En als ik hier was, dan was ik Italiaans. En dan kreeg je ook wel vaak die vraag van, wat ben je nou meer? En wat, alsof je moest kiezen, hè, tussen een van de twee. Terwijl ik er nu wel gewoon achter ben. Je vraagt ook niet aan twee kinderen van wie hou je meer. Dus dat is een beetje mijn ervaring met... Ik voel me vandaag gewoon Vanessa. Een Italiaanse in Nederland of een Nederlandse in Italië. Ik kan er nu ook wel om lachen, maar ik vond de vraag altijd ook gewoon erg alsof je moest verantwoorden. Hè? Dat je meer het een was of het ander. Ik ben op een gegeven moment na mijn studie niet terug, eigenlijk voor de eerste keer echt zelf naar Italië vertrokken voor een jaar of 8. En ik heb het daar geprobeerd om te kijken van pas ik daar dan meer dan hier. Maar toen ik daar was, ja, toen was ik de Nederlandse. Dus ik had net zo min, ook al sprak ik de taal en ook al sprak ik, ook al had ik de diploma's, ook al had ik de achtergrond. Ik werd nooit als volledig Pugliese gezien. En ik blijf hier ook in zitten dat ik moet me nog steeds verantwoorden dat ik geen dialect spreek, dat ik een andere achternaam heb. En dan wordt er toch wel redelijk vaak gevraagd van als eerste, waar kom je vandaan? Dat blijft er toch in, dat mensen vragen, waar kom je vandaan? En dan zeg ik, ja, van Sittard. En dat is soms... Ja, maar je hebt een andere achternaam. Dus dan voel je wel dat je achtergrond moet gaan uitleggen of moet gaan vertellen. Gewoon omdat je een andere achternaam hebt. Dus ik kan me voorstellen wat dat vandaag doet met mensen die ook een andere huidskleur hebben. Ik zeg nu altijd, ik heb een moederland en een vaderland. Hè? Dan zit dat eigenlijk, hè? Nederland mijn moederland en Italië mijn vaderland. Ik heb er wel 8 jaar over gedaan, inderdaad, daar, toen ik daar was, om te begrijpen dat je jezelf gewoon meeneemt. Hè? Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Je neemt jezelf gewoon mee. Dus die tweestrijd van moet ik daar zijn, moet ik hier zijn, dat ging ik niet oplossen door daar te zijn. Dus na 8 jaar dat het daar allemaal niet lukte, ben ik ook gewoon weer teruggekomen naar Nederland. Een beetje met mijn staart tussen de benen van, ja, misschien toch maar weer terug naar Nederland. En toen kwam ook alles wel weer op gang, werk en vriendschappen. En toen ben ik ook echt, heb ik ervoor gekozen om terug naar Sittard te gaan en niet naar Amsterdam of naar een nieuwe plek. Toen dacht ik van oké, ik kom wel terug naar Sittard, want ik ken het hier. En langzaamaan heb ik dan wel weer terug mijn weg hier gevonden. En ben ik nu heel dankbaar voor waar ik toen voor wegvluchtte. Van hè, dat Limburgse en die koffie met fly en alles wat ik toen vervloekte. Daar ben ik nu dankbaar voor. Dat ik denk van en zorgverzekering en sociale huurwoningen. Allerlei dingen die je daar niet hebt. En als ik hier ben, dan mis ik het land en dan mis ik de zee en dan mis ik het weer. En als ik daar ben, dan mis ik de organisatie van Nederland. En natuurlijk mis ik ook, als ik daar ben, mis ik mijn moeder. En als ik hier ben, dan mis ik mijn familie daar. Dus het is wel, het is nooit helemaal opgelost. Maar ik heb nu wel een balans gevonden tussen de twee. En ik heb ook mijn partner nu daar. Dus ja, ik ga nu 5 keer per jaar op en neer. Ik werk hier, ik heb hier mijn plek, ik heb hier mijn woning. En... ik hoop natuurlijk wel dat op een gegeven moment dat hij hier naartoe kan komen of ik naar daar. Maar op dit moment is het gewoon zo. Dus ik denk dat dat ook gewoon zo moest zijn.
denk dat het nu niet meer. Vorig jaar misschien nog zou ik nog gezegd hebben, nou ja, onmiddellijk. Ik heb ook nog steeds wel het idee, net als de meeste hè, van die Italianen die hier zijn gebleven, die wachten meestal tot hun pensioen en dan gaan ze op een gegeven moment toch wel rentenieren weer terug in hun dorp. Omdat het kan. Met hun Nederlandse pensioen dan en daar. Dat heb ik wel natuurlijk ook, dat doet mijn vader nu ook. Dus dat heb ik wel ook altijd gezegd. Van ja, op een gegeven moment als ik dan eindelijk dan aan het pensioen ben, dan wil ik wel gewoon daar oud worden en daar sterven. Maar nu, op mijn 45e, als ik nu vandaag zou mogen kiezen van mag ik naar daar? Ik denk dat ik nu inderdaad zeg van het gaat erom om wie dat je om je heen hebt. Dus het belangrijkste is nu dat ik hier mijn moeder nog heb en mijn tante nog heb. En mijn partner, dus ik ga wel, hij en ik gaan waar wij naartoe gaan. En ik denk niet dat ik nu Nederland zou verlaten op dit moment, omdat ik mijn draai hier weer heb gevonden en omdat ik weet dat het, ja, dat ik op mijn plek zit en dat ik hier ook gewoon pas en dat het ook gewoon kan tegenwoordig. Ja, je kunt video bellen en je kan op en neer met Ryanair, dat kon, je moest er eerst 26 uur voor in de trein zitten. Maar het land roept wel, het land roept wel. Het is niet dat ik... Ik denk niet, als ik niet meer terug zou mogen naar Nederland, dat ik dan zomaar kan zeggen van ja, ik ga nu morgen in Italië wonen, maar ik mag nooit meer terug naar Nederland. Tijdens COVID voelde je dat heel sterk, hè? Tijdens corona was het heel erg van, wat als nu echt die grenzen niet meer open gaan? Dan moet je kiezen. Vandaag hoef ik niet te kiezen, hè? Of ik op de ene plek wil zijn of op de andere plek wil zijn. Ja, ik heb eigenlijk ik heb dat best wel jong al laten vastleggen. Ik heb laten vastleggen in de Nederlandse begrafenisonderneming dat ik daar naartoe gebracht wil worden. En ik denk dat dat te maken heeft met dat mijn moeder heeft bijvoorbeeld, mijn hele familie wil gecremeerd worden. Dus ik heb hier in Sittard niemand. In die zin van, ik heb niemand op dat, ik vind het een prachtige begraafplaats in Sittard, maar ik heb hier niemand. En in Italië woon ik heel dicht bij de begraafplaats en daar liggen mijn opa en oma begraven en de rest van de familie. En daar staan allemaal huisjes en die worden niet gecremeerd en die worden niet onder de grond gestopt, maar die zitten allemaal in de muur. En dat gaf mij altijd een soort van rust dat je zeg maar boven de grond in een muur wordt geschoven en ik ga dan, ik zeg niet dagelijks, maar ik ga heel regelmatig naar het kerkhof en dan ga ik even echt bij dat monumentje van opa en oma langs en dat is een mooie plek en toen heb ik eigenlijk besloten van ik wil dat eigenlijk ook wel gewoon graag, het idee dat ik hier niet helemaal alleen op het kerkhof lig. En dat de rest van mijn familie. Dus ik heb dat wel eigenlijk al best wel jong laten vastleggen. Dat ik naar daar wil gebracht wil worden. Ja, ik denk het enige bijzondere was dat toen ik vroeg aan de vrienden van mijn generatie. De kinderen van de Italianen van de jaren 70. Van hoe is je vader dan hier terechtgekomen? Toen zei hij tegen me van, nou ze wilde eigenlijk naar Amsterdam. Of ze wilde misschien wel naar de Verenigde Staten. Daar voel je al uit, hè? Dat het echt vrijheid was. Van joh, we zien wel waar dat we mannen hebben. We zien wel waar dat we uitkomen. Ik zei, hoe zijn die dan in Sittard beland, in godsnaam? En toen zei die van, ja, die stopte dan onderweg. En toen zagen ze van die mega grote fietsenstallingen. Wat je dan, nu nog steeds, maar wat je dan vroeger bij het station had hier in Sittard. En toen stopten ze, omdat ze al die fietsen zagen. En toen zeiden ze van, nou, blijf een tijdje hier. Hier ziet het wel uit alsof we hier kunnen blijven. En...
elke keer als ik nu langs het station kom en ik zie dan die fietsenstallingen, dan denk ik wel eens van, zijn ze nou echt serieus? Omdat ze dan die fietsenstallingen hebben gezien, zijn ze dan niet naar Amsterdam en niet naar de Verenigde Staten gaan, maar zijn ze dan hier? En is het dan daarom dat ik dan hier op deze plek ben geboren en dat ik hier nu ben? En hoe bijzonder is het dat toen ik terugkwam in 2012, ik me inschreef voor een volkstuin, die me uiteindelijk, ik zeg altijd, de volkstuin heeft me gered. Want ik was heel verdrietig toen ik terugkwam van Italië, want ik had het daar wel naar mijn zin, maar het lukte gewoon niet. Dus ik ben op een gegeven moment teruggekomen voor werk naar Nederland. Ik schreef me in zit dat voor een volkstuin. Ik dacht, ja, dan kan ik tenminste een beetje met mijn handen dat idee dat ik iets maak, iets creëer, iets Italiaanse groenten erin stoppen. En toen kwam ik in de volkstuin terecht waar al die vrienden van mijn vader van vroeger, dus al 40, 50 jaar een volkstuin hebben. Die zagen mijn naam staan. En het bleek dus dat 50% van de 50 mensen, 45 mensen die er in de volkstuin zitten, daar was de helft gewoon van Italiaanse generatie. En die zagen mijn achternaam en die wisten meteen wie ik was. En ik werd daar meteen opgevangen. En dat ik nu ook deel uitmaak van dat stukje Italiaanse gemeenschap, zoals zij dat hadden toen ze hier in 71, 72 terechtkwamen. Wij spreken samen Italiaans, wij kletsen samen, wij schelden samen in Italiaans, we eten samen. We staan soms zo hard te kakelen dat de Nederlanders denken van die zijn ruzie aan het maken. Dat we dat kleine stukje volkstuin, dat kleine stukje Italië hier in Limburg hebben. En dat dat mij ook gewoon hier heeft laten begrijpen van je hoeft niet, je neemt het echt zelf mee in je leven. Je hoeft niet een appel te worden als je een peer bent. En je hoeft niet ergens naartoe te verhuizen om je Italiaans te voelen. Of je hoeft je in Italië niet per se te gedragen zoals de dorpelingen. Je mag gewoon, je zit dat zijn Nederlandse normen en waarden meenemen. En dat is voor mij het belangrijkste waarom dat ik die twee, ja. Het staat ook hè, in mijn testament van als het niet kan in Sava, dan is het bij Toon Hermans in de buurt op de begraafplaats. En het maakt nu ook niet meer uit of mijn partner naar hier komt en we gaan in de vakantie naar daar. Of we gaan daar wonen en we komen in de vakantie naar hier. Het zijn echt gewoon twee werelden die gewoon samenkomen. En ik had nog een foto meegenomen van mijn doop. Ik vond dat wel de meest representatieve. Om een beetje mijn jeugd mee te geven. Dit is Limburgterveld, de flat waar ik in geboren ben, op de 10e verdieping. Een van de flats die er niet meer staat. En dit is 1 januari 1978. En mijn nonna en nonno die kwamen 2000 kilometer met de trein. In de ergste sneeuwval van jaren kwamen ze hier, die wisten niet wat ze zagen. Van dat warme Zuid-Italianen, die kwamen hier, Zuid-Italië, kwamen ze hier naartoe om, voor mijn doop. En dit is denk ik de enige foto waar we allemaal, dus de Nederlandse opa en oma, de Nederlandse peetoom en peettante, en de Italiaanse nonno en nonna, mijn broer, mijn moeder en mijn vader staat er niet op, dus die zal de foto gemaakt hebben. En dit is voor mij dan wel echt zo dat, dat Italië in Sittard gewoon, in de sneeuw. Oma met de dikke sjaal.